Vanaf woensdag 18 februari speelt de Nederlandse film Boy 7 in onze zalen. Deze spannende science-fiction-actie-jeugdfilm is de verfilming van de bestseller van Mirjam Maus met Matthijs van der Zanden Bakhuizen en de Vlaamse actrice Ella June Henneraar in de hoofdrollen. Boy 7 gaat over Sam, een jongen die in een volle metro wakker wordt en gewoon niks meer weet. Dus eigenlijk heel alles gewoon kwijt is. En op die metro leert hij Lara kennen, dat personage speel ik. En zij heeft exact hetzelfde, dus zij is ook haar geheugen kwijt. Samen gaan zij op een soort van ontdekkingstocht naar zijn en haar identiteit. En zij stuiten op complotten die groter zijn dan ze hadden durven dromen. Zoiets. Dit is wie je werkelijk bent. Ik speel Lara, dus het meisje ook op de metro. En Lara is een meisje van ongeveer 18 jaar, die Girl 8 ook wel wordt genoemd. En zij is in het begin best op zichzelf. Ze moet van niks of niemand iets weten, tot ze ontdekt van oké, die Sam die heeft eigenlijk hetzelfde doel voor ogen als ik. Wij moeten samen hier uit dat instituut zien te geraken. En zo smeden ze dan een band en bloeit zij ook open. Flirten. Samen. Maar nu goed. Wil jij eens maar eens vechten? Als voorbereiding heb ik me meer op het fysieke gestort. Dus heel veel hardlopen, heel veel trainen om gewoon sterk te zijn, me krachtig te voelen, fit te zijn. En omdat er heel veel stunts ook kwamen. Dat was het eerste wat de regisseur tegen ons zei. Ze jongens, we draaien binnen 2 maanden. Zorg dat uw conditie echt goed op punt is. Want we gaan echt veel moeten lopen, vechten en alles daarbij. Dus dat vooral. Dus de eerste 2 maanden heel veel gesport, heel veel gaan lopen. Matthijs en ik zijn ook 2 weken op voorhand naar Budapest vertrokken, waar we filmden, om daar gevechtstrainingen te krijgen. Breek maar in. Wat? Met jouw laptop breek jij bij mij in. Oké. Okay. Matthijs speelt in de film een hacker die nadat hij betrapt is naar een bizar instituut wordt gestuurd waar hij zijn vaardigheden verfijnd krijgt aangeleerd. En? Wat zie je? Nou, jij bent hier administrator en bewaakt kennelijk beveiligde data. En nu ben je een hacker die kwaad wil. Wat zou je dan doen? Nou, kopieer jouw data. Oké. Okay. Ik delete je data. Ga je gang. Doe maar. Nou, kijk, hacken is voor mij een gebied waar ik niet mee bekend ben. Ik kan een beetje met mijn telefoon overweg en met computers, maar echt de programmeertaal, die spreek ik niet en kan ik ook niet. Maar er is voor gekozen om daar echt, omdat het heel belangrijk is, om daar echt een echte hacker op te zetten. Die heeft allemaal dingen voor ons geschreven. Dus alle... Want inderdaad, ik speel een hacker in de film. Dat is ook geen spoiler of zo. En ik voer een aantal hacks uit. Dit zijn allemaal echte hacks. Hele ingewikkelde. Hij is ook een hele goede hacker, Sam. Vond ik ook wel tof. Dat zei die jongen, die was er dan een paar dagen op de set. En die ging dan van zijn computer, liet hij dan het programmaatje afspelen. En dan deed ik ondertussen alsof ik aan het schrijven was. En hij heeft me wel uitgelegd wat er dan ongeveer daar op dat scherm gebeurde. Maar dat is zo'n andere wereld daar zou ik echt een half jaar voor nodig hebben. Wat is dit allemaal? We zijn gechipt. Ik vind het ook helemaal niet zoals science fiction. Eigenlijk alle dingen die in de film gebeuren, ja, het ziet er misschien wat flashier uit, maar alles wat in de film gebeurt zou nu ook kunnen gebeuren. Er zijn al chips die je in je lichaam kan steken waar alles op staat. We worden gecontroleerd door de overheid, dus we leven niet in een politiestaat, maar alles wordt gecontroleerd en misschien nog wel meer dan wij eigenlijk denken, want we weten nu dan een beetje iets. Ja, het is zeker actueel. Ergens ben je daar nog. En je gaat met mij mee. Het is gewoon reuze spannend. Ik vind het echt zelf, ook al heb ik er zelf aan meegewerkt en was ik elke dag ook aanwezig op de set.
Ik vond het gewoon echt een reuze spannende film. En ik sta echt regelmatig op het puntje van mijn stoel. Dus. We willen gewoon een toffe Nederlandse film voor die doelgroep maken. Dat is onze ambitie met deze film. Ik vind de film zelf geslaagd.